Dus je gaat de rit gewoon uitzitten? Dat moet je nooit garanderen, maar naar aanleiding hiervan verandert dat niet. Na afloop van de ministerraad komen de bewindslieden één voor één naar buiten druppelen. En de vraag is, zien ze het nog wel met elkaar zitten? Die laatste paar weken kunt u nog wel uitzitten met elkaar? Ja, maar kijk, weet je, we hebben natuurlijk wat ik al zei, het was niet altijd even makkelijk. Het is toch in het belang van Nederland dat we niet voortdurend te maken hebben met kabinetten die aan hun stutten trekken. Dat moet je nooit garanderen, maar naar aanleiding hiervan verandert dat niet. Er zijn al 3 VVD-bewindslieden gesneuveld op de plek waar u nu gaat zitten. Ja, u brengt het nogal somber. Ik begin aan een ongelooflijk belangrijke en uitdagende klus. Rutte blijft gewoon zitten, vindt u dat terecht? Was hij niet gewoon volledig de regie kwijt? Kijk, ik ga hier niet dat hele debat van gisteren weer overdoen. Daar is de Kamer voor. U vindt er ook toch wel wat van? Daar is de Kamer voor. Net als voor mij geldt, ook voor Mark Rutte, dat je kunt functioneren zolang je het vertrouwen van de Kamer geniet. Maar was hij de grip niet helemaal kwijt op justitie? Zult u het niet erg vinden dat ik niet een Kamerdebat dat is afgesloten nu via u ga voeren? Ik vind Mark Rutte echt de ideale premier om mee te werken. Dus ik ga graag met hem verder. Hij is nog steeds de baas. Hij is de premier van Nederland en de beste die we kunnen hebben.